Allerdings die Gastgeber auch weiterhin spielbestimmt. Potsdam, Dennis Potsdam. Was ist das denn? Na, auf jeden Fall das 1:0, 61. Minute. Ein großartiges Tor. Der Einwurf vom Baumgärtel und Potsdam, der tänzelt sich in Schussposition, weil er nicht richtig attackiert wird. Für Keeper Zimmermann ist nichts zu halten und das ist definitiv ein Anwärter auf das Tor des Monats. Einfach klasse. Und die Führung ist natürlich hochverdient und sie ist so befreit. Niet meer uithalen, komt de bal bij Potsdam. Potsdam kijkt eens even rond, waar moet die bal naartoe? Wat trucjes, buitenkant voet, schijnhavaartje en een doelpunt. Dat wordt te loeken, wordt verrast door de schijnbeweging van Arda Havar. En het schotje van Dennis Potsdam gaat tergend langzaam over de lijn. Maar er maalt verder helemaal niemand om. 1-2, wie... Goed, dan in de 90ste minuut gaat het dan toch nog gebeuren. Potsdam! En het is 0-1. Gaat FC Den Bosch dan toch nog die overwinning stelen in Waalwijk. En Potsdam laat nog maar eens even aan zijn trainer zien dat de nummer 9 hoort te scoren. En hij heeft dat in dit geval ook gedaan. Wat is die blij. Wat is die blij van Evenek. En de buit lijkt binnen. Nou ja, die gele kaart nemen we even op de koop toe. Havar, de bal naar Potsdam. Die heeft daar het loppenboekje gekeken van Johan Cruijff. Les 1 en hoppa, een werelddoelpunt voor onze Duitse spits. Die eindelijk eens wat langere speeltijd kreeg in deze wedstrijd. En daarvoor zijn medespelers en zijn coach gaat bedanken. Wat een doelpunt zeg. Op Cruijffiaanse wijze loppen. Hier Maatsen, weer op zijn vertrouwde plek achterin. Schitterende, splijtende paas naar Potsdam. Potsdam, waar moet die bal nu naartoe? Helemaal uitgeweken, dan een stiftje. In de rechterbovenhoek. Wat een geweldige stift van deze Dennis Potsdam. Wederom succesvol. Ook al bij Dordrecht bezorgde hij Den Bosch de overwinning. En hier een schitterend doelpunt in de... Binnen gaat de bal naar Potsdam. Oeh, wat een mooie beweging. En dan buitenkant voet links. Tjoh, wat een doelpunt zeg van Dennis Potsdam. Een tweede Potsdamtje in de wedstrijd. Jongen, jongen, als dit geen doelpunt is, wat gaat meedingen om de prijzen bij de jubileum van doelpunt van het jaar, dan weet ik het ook niet meer. Maar zelf. In de voeten. En die bal die komt bij Zelderhut. Die neemt hem in één keer naar Potsdam. Potsdam. Een stift. Daar is hij weer. De chipkoning van FC Den Bosch. De chip nummer 4 van dit seizoen. Wat doet hij dat toch prachtig. 9,9 op de schaal van 10 zou je kunnen zeggen. Ja, en ze praten dan. En heeft Den Bosch nog steeds een mogelijkheid. Hier een doorkopbal. Komt de bal terecht uiteindelijk bij Potsdam. Die lanceert daar zelden rust. Die schiet en in de, met zijn linkerbeen in de rechter benedenhoek. Betekent, speelt hem in één keer. Wordt de bal ingekomen op Potsdam. Bij de Belgen. Daar komt hij. Biemans. 1-1 in de 87ste minuut.
daar blijkbaar ook aan het oefenen is. En dat moet toch een keer zijn vruchten gaan afwerpen. Slimme passie van Havar. Ah, de chipkeunig, dat was hij bijna. Nummer 6. Dan de hoekschop. Kan dat iets opleveren? Indraaien. Wordt ingekopt. Op de paal van Postner. Jonas Heijmans ook op de paal. Dus ook. Eredivisie zou misschien toch wel mogelijk moeten zijn voor deze jongen. Maar goed, Postner die de bal keurig naar de buitenkant speelt. Naar Zelderust. Die legt er voor zijn rechtervoetje. Althans, dat probeert hij natuurlijk. Daar komt die bal. Voorzet. Postner. Oh, die laat de bal van zijn hoofd afglijden. Dat is toch een 100% kans voor een spits. Als Dennis Postner een 100% kans. Die mag er eigenlijk wel in. Is het Slivka? Die geeft een aardige voorzet. Postner. Postner. Oeh, draait tot, dat duurt veel te lang. Dan is het Thomas de tenslotte die de bal intikt. Maar ook deze bal met leven van PSV-spelers. Via via komt die bal dan terecht bij Postner. Berthams uit zijn doel. En is de kans weer verkeken. Was toch een mogelijkheid weer voor Den Bosch om te scoren. Zo'n botsing tussen Sisselbelt. Thomas. Oeh, Thomas claimt daar een penalty. Gaat door. Wat een mooi lopje. Maar die bal die gaat er hoog. En zal hier dan uiteindelijk de verlossende 1-0 komen. Wordt de bal ingekopt. Via de kluts wordt hij uit. Dronk aan. Havar trekt die bal in. Kopballetje. Aardig kop afleveren. En hij bijna doeltrof. Maar de bos ging door. Hier via Havar. Komt de bal bij Postner. Die struikelt zelf over de bal heen. Probeert een afstandsschotje. Maar dat had geen kracht. Dat zag ook scheidsrechter Kevin Blom. Die een aantal keren de gele kaart moest trekken. Maar hier een aardig balletje van Postner. Die gaat in het dak van het doel. Dan moet je ook een beetje geluk.
to this early on, because you know, just everything has been going right for us so far. Zeldon rushed at this far side, goes to the byline and hits. Eredivisie zou misschien toch wel mogelijk moeten zijn voor deze jongen. Maar goed, Posder die de bal keurig naar de buitenkant speelt. Naar Zeldenrust. Die legt er voor zijn rechtervoetje. Althans, dat probeert hij natuurlijk. Daar komt die bal. Voorzet. Posder. Oh, die laat de bal van zijn hoofd afglijden. Dat is toch een 100% kans voor een spits. Als Dennis Posder een 100% kans. Die mag er eigenlijk wel in. De basis voor Arda Havar. Arda Havar komt hier de voorzet richting Posder. Die wordt op het laatste moment tot hoekschop verwerkt. Het was eigenlijk... Met leven van PSV-spelers. Via via komt die bal dan terecht bij Posder. Berthams uit zijn doel. En is de kans weer verkeken. Was toch een mogelijkheid weer voor Den Bosch om te scoren. Zo'n botsing tussen... Is het Slivka. Die geeft een aardige voorzet. Posder. Posder. Oeh, draait tot... Dat duurt veel te lang. Is het Thomas tenslotte die de bal intikt. Maar ook deze bal is gebeld. Thomassen,
Oeh, Thomas claimt daar een penalty, gaat door. Wat een mooi lopje. En die bal die gaat te hoog. En zal hier dan uiteindelijk de verlossende 1-0 komen. Wordt de bal ingekopt. En via de kluts wordt die uit zijn. Maar hier Van der Winden die een bal onderschept. Geeft de bal op het juiste moment aan de Postder. Die komt dat ongelukkig uit, probeert te verstellen. Maar het is allemaal te veel en te snel op dit gladde veld. Bal gaat over de achterlijn. Dan de hoekschop. Kan dat iets opleveren? Indraaien. Wordt ingekopt. Op de paal van Postder. Jonas Heijmans ook op de paal. Dus ook daar blijkbaar ook aan het oefenen is. En dat moet toch een keer zijn vruchten gaan afwerpen. Slimme passie van Havar. Ah, de Chip König. Dat was hij bijna. Nummer 6.